Je moet eigenlijk een beetje voorspellen hoe die Perry eruit ziet. Meestal heb je die informatie niet, hoe die Perry is opgebouwd. Maar je kunt het afleiden aan het gedrag van de applicatie. Wat je erin wil. Zie als je hier taak wil. Wat je wil is eigenlijk dat deze where clause, die beperkt het aantal resultaten dat je uit select from user data krijgt. Maar je kunt hem met een andere conditie weer uitbreiden. Dus je kunt bijvoorbeeld ervan maken where last name is your name. Or een lege string is een lege string. Dus laten we dat proberen. En wat we dan krijgen is dat, dat die where clause eigenlijk die hier staat ongedaan gemaakt wordt. En dat we eigenlijk alleen het eerste gedeelte, dat dat van toepassing is. Je kan je daar dus, als je dat plaat, daar ook goed zet bijvoorbeeld. Als we dit invullen, dan wordt dit stuk hier ingestopt. Dan krijgen we dus where Smith or een lege string is een lege string. Want het laatste quoteje komt dan weer hierachter. Dus als we dit invullen, dan wordt de query uitgevoerd zoals wij hem geconstrueerd hebben. En dan zijn we klaar. Dan hebben we dus onze eigen query ingevuld en hebben we alle records uit de database, niet alleen onze eigen. En je kunt je zo voorstellen dat als je een pagina hebt waarop je je eigen wachtwoord of geheime vraag kan bekijken. En dan op deze manier die scoping kan omzeilen, zodat je niet alleen je eigen geheime vraag ziet, maar die van iedereen. Dat je daar leuke dingen mee kan krijgen. En je kan dus ook niet drop tables doen. Bijvoorbeeld, kan ook, ja. Maar een droptable maakt gebruik van stacked queries. Dat is eigenlijk dat je twee queries in één commando regel neerzet. En MySQL ondersteunt dat niet. Maar bijvoorbeeld SQLite wel. Maar ja, droptable werkt in het algemeen, over het algemeen niet op MySQL. Maar je kunt wel op andere manieren via MySQL escaleren naar een shell en dan via een lokale shell de table weggooien als je dat zou willen. Zal ik nog verder gaan met de laatste? Ja. Dat is cross-site request forgery. Het is de bedoeling dat je de URL van deze pagina via cross-site request forgery laat bezoeken door een andere gebruiker, maar dat er dan erachter staat de parameter transfer funds. Is 4000, staat hier in de tekst. Dat moet er zo uit. Zoals ik liet zien in het voorbeeld met bankieren, er is dus een methode transfer funds en daar zit een bedrag aan. En we kunnen nu een andere gebruiker in de achtergrond die resource laten openen. En op sneak design kunnen we ook nog width en height 0 zetten. Dan zie je mij normaal niet. En dan geven we een suggestieve titel aan. En als je hem dan bekijkt, dan zit er dus in dat bericht een onzichtbaar plaatje. Ik zal het even in de source laten zien. Demonstratie. Ja, dat zit er een plaatje in. Ja, dat zit er een hoop plaatjes in. Dat had ik even moeten testen. Wacht, trends. Ja, daar is hij. Dus dit wordt opgehaald vanuit mijn browser met mijn cookie. En dan wordt deze hele actie uitgevoerd alsof ik het zelf gedaan heb. Hoewel het in een plaatje zit. En ik geloof dat je nog moet refreshen om te laten zien dat je de opdracht gehaald hebt. Ik heb hem niet. Ook, maar het werkt zo. En het ding is een beetje gevoelig over welke string je er precies in moet zetten. In de
In de tekst hier staat 4000, maar er is ook, ik zal het meteen laten zien. Er is een solution voor elke challenge. Dat had u misschien ook uitvinden. En daar staat hij dat die 5000 moet zijn. Maar in ieder geval, hij checkt gewoon of hij dat goed gedaan heeft. In ieder geval, in de solution kun je voor al deze opdrachten, voor alle opdrachten in het programma, zien hoe het werkt. En wat je moet doen en waarom het schadelijk kan zijn. En je kunt ook bij de source code, en er zijn voor sommige ook video's, uitleg video's van de opdrachten. Oké, ik zal nu jullie het achter de rug hebben, wat laten zien en wat vertellen. Oké, dit hebben we dus allemaal vandaag behandeld. En het meeste is nu hopelijk niet meer zo onduidelijk als het in de lijst doet voorkomen. Maar hoe vinden we nou dit soort problemen? Er zijn verschillende methodieken. Je kunt blackbox of whitebox testen. Het houdt in dat je meer of minder zicht hebt op wat er in de applicatie gebeurt. Whitebox houdt in dat je de source code hebt, zoals je hier hebt. Dat is handig om wat meer van te leren. En het kan voorkomen dat als een bedrijf vraagt, jou vraagt om naar de source code te kijken, dat je dan toegang daartoe hebt. Maar normaal gesproken niet, totdat je de site hackt en de source code steelt. Maar je kunt wel met tools en met enige intuïtie vaststellen wat het programma doet, wat de webapplicatie doet. Gewoon met de hand testen, verschillende dingen erin gooien die waarschijnlijk niet verwacht worden. En dat is ook iets wat je goed kunt automatiseren. Dus ik zal een paar tools noemen die daarvoor van pas komen. Met de hand te doen. De quote hier is: the only valid measurement of code quality is what the fucks per minute. Hoe langer je ernaar kijkt en hoe meer what the fucks je kunt uitbrengen, hoe erger het gesteld is ermee. Dus goede code heeft maar een paar what the fucks. Statische source code analyse kun je op veel verschillende manieren doen. RATS is eigenlijk een heel simpele rough auditing tool for security. Die zoekt gewoon naar bepaalde functies waarvan we weten dat ze problemen hebben, zoals in PHP, MySQL query. En gaat dan en geeft je gewoon alle resultaten waarin dat gebruikt wordt. Elke regel in het project, in de files. Vodafone en Coverity zijn eigenlijk meer geschikt voor soortgelijke talen, maar doen een soortgelijk iets. Ze zoeken gewoon naar patronen die kwetsbaar kunnen zijn. En RIPS is wel interessant, dat is gemaakt voor PHP en dat doet taint analysis. Dat is een bepaalde techniek om vast te stellen wat er aan input binnenkomt en hoe dat uiteindelijk door de applicatie heen vloeit. En of het uiteindelijk terecht komt zonder dat het gesanitized is bij zo'n kwetsbare functie. En dan zijn er nog tools voor eigenlijk meer syntax checken, PHP-lint en JS-lint. Die kunnen je soms ook wijzen op security problemen, maar het is meer om gewoon je code net te maken. Nou, voor interactieve testen van applicaties kun je curl of iets dergelijks gebruiken, of netcat of telnet. Curl is eigenlijk gewoon een simpele HTTP-programmaatje en doet niks meer. De browser maakt er allemaal visuele dingen van. Ja, curl haalt het gewoon binnen en je kunt gewoon alleen HTTP ermee praten. Maar dat is wel nuttig als je op low-level bezig wil zijn. Temper data is een browser plugin die je aan kunt zetten op een gegeven moment als je een website aan het browsen bent en iedere HTTP-request die je dan stuurt, kun je temperen. Dat houdt in dat je dus de velden die er mee gestuurd worden kunt aanpassen. Firebug en Google debug tools zijn een manier om te zien wat er aan JavaScript in je browser gebeurt en ook welke resources er allemaal binnen worden gehaald via HTTP. En er zijn verschillende plugins om die cookies te editen. Kun je dus bijvoorbeeld als een website ervan uitgaat dat de cookies die zij voor jou gezet hebben nooit worden aangepast door jou en daar vertrouwde data in stoppen, dan kun je die zelf aanpassen. Bijvoorbeeld als je gebruikersnaam daarin opgeslagen staat in B64 of iets dergelijks, dan kun je dat met B64 decoden, een andermans gebruikersnaam erin zetten en weer terug encoderen en erin zetten. LiveHTTP headers heeft eigenlijk dezelfde functie als Firebug, je kunt zien wat er heen en weer gaat en je kunt ook replayen. En no redirect had ik al verteld van een van die spot the bug vragen.
als je de redirect kan negeren, dan kun je soms pagina's zien waar je geen toegang tot toehoort te hebben. Dus er zijn verschillende manieren van testen, interactief of geautomatiseerd. En dan heb je ook nog reverse engineering van bepaalde code. Plugin codes als Silverlight en Flash. Dat zijn hun eigen talen, maar daar kunnen ook bugs in zitten. Je kan bijvoorbeeld Vodafone heeft er een keer voor een wedstrijd op vertrouwd dat code in een Flash applet niet gereversed kan worden. En dat toen het wachtwoord voor een API daar heeft gestopt. Niet zo slim, want dan kun je gewoon uitpakken of gewoon op zoek gaan. En ja, toen konden we zoveel stemmen als we wilden voor een wedstrijd. Wavefuzz had ik ook net laten zien. Die krijgt een lijst van directories of filenames. En die gaat dan gewoon kijken of ze bestaan in de directory die je opgeeft. Of URL die je opgeeft. En XSS'er geeft je een URL en probeert alle parameters die erin zitten te voorzien van de XSS-script. En test dan of ze via verschillende decoding-mechanismen uiteindelijk een werkbaar resultaat opleveren. Dus hij encodeert op verschillende manieren en hoopt dan dat de applicatie het zo decodeert dat het een werkend script uitvoert. En SQLmap, wat ik jullie hopelijk zo meteen nog even kan laten zien, is een soortgelijk iets voor SQL injection. Je geeft het URL en dan probeert alle parameters te fuzzen om een werkende SQL query eruit te krijgen. En dat kan door bijvoorbeeld timing of gewoon door wat er op de pagina uitgevoerd wordt vaststellen of de query succesvol was of niet, of de injection succesvol was. En dan het reversen, dus hoe vind je paswoord in plugin code? Daar heb je deze soort tools voor. Java kan die compiler met JDGUI, er zijn nog legio andere. En de beste voor Flash die ik gevonden heb is van HP, SWFscan, dat is ook gratis. .NET Reflector voor Silverlight DLL's. En dat is niet gratis meer, maar dat is volgens mij wel de beste tool. En voor native code heb je andere tools, IdaPro X-Rays. Kost allemaal heel veel geld, maar is wel de beste die hier is. Maar dat is een beetje buiten de scope van dit college. Dan heb je ook nog automated vulnerability scanners. Een hele zooi. Dit is maar een klein lijstje. Het idee is dat je gewoon de root URL van je webapplicatie aan zo'n programma geeft. En hij gaat proberen alle URL's te crawlen. En dan op iedere URL die fuzzing toepassen, zoals die andere tools dat ook deden. Vaak zijn ze wel een beetje gelimiteerder in hun fuzzing dan zo'n special purpose tool. Nikto ben ik zelf wel fan van, die geeft een snelle overview. Burpsuit is een proxy die je kan gebruiken om tijdens het browser vast te leggen wat er gebeurt. En dan heeft hij alle paden, alle URL's die hij ook met crawling niet zou kunnen vinden, probeert ze dan te fuzzen. Oké, dan hebben we nog een demo van een man in the browser attack. En dan laat ik jullie met de rest, denk ik. Ja, dus dit is BEEF, Browser Exploitation Framework. Hier heb ik een tutorial die ik eerder liet zien, waar we dus een cross-site scripting code hebben gevonden. Het gaat er even niet om of die reflected of stored is. Het gaat erom dat we hier een stukje code van onze eigen, van onze BEEF server kunnen includen. Dan hebben we een zogenaamde zombie in BEEF. En we kunnen precies zien wat de browser op dat moment aan het doen is. En we kunnen allerlei payload modules opsturen. Ja. Het is wel tergend langzaam. Misschien moet ik even webcode uitgooien. Dus we hebben een hele zooi plugins die we kunnen toepassen op die browser. We kunnen detecteren wat voor plugins er allemaal geïnstalleerd zijn. Dat is interessant omdat sommige plugins lek zijn. En dan kunnen we gewoon code uitvoeren op het systeem van de browser. Het integreert ook met Metasploit. Dus alle exploits voor browsers en Metasploit kunnen we hiermee gebruiken.
Het heeft allemaal modules voor verschillende routers, om je router config te stelen. Als je helemaal in de browser zit, kun je een heleboel. En wat we vandaag gaan doen is man in the browser attack. En dat zit onder persistence. Het idee is, net als een man in the middle die op je netwerk zit, heb je een man in the browser die verkeer tussen jou en de server kan veranderen. En hij kan er ook uit laten zien alsof er niks verkeerd aan de hand is. Ik hoop dat dit. Ik hoop niet dat het gewerkt heeft. Wat er zou moeten gebeuren is dat als we deze pagina waar de zombie gehoekt is van pagina veranderen, dat in de URL niks verkeerd lijkt te gaan. Het lijkt gewoon alsof we op dezelfde site blijven, maar eigenlijk, ja, het werkt. Zoals je ziet, mijn wachtwoord en username zijn niet opgeslagen, maar het lijkt wel alsof ik gewoon op mijn eigen site ben. Dus wat er hier gebeurt is dat de man in de browser de opgevraagde resource via Beef laat lopen. Beef haalt die voor je op en geeft je de output. En ondertussen herschrijft de JavaScript op de pagina de URL in de URL-bar op papier, zodat het lijkt alsof ik inderdaad op mijn eigen site ben. Dus ik ga nu invullen wat mijn wachtwoord is. Het is raar dat die niet opgeslagen is, maar ik ben me nergens van bewust. En nu duurt het even langer. Ik ben ingelogd. Nou, alles lijkt in orde, toch? En als ik nu in Beef kijk, kan ik bij logs zien. Als het dus bij log. Shit, waar is het? Daar is het. Hier type admin. Shit, I have a buffer in it. Okay, probably have more help. Je hoeft niet zo stil te zijn, maar ik ben even aan het struggelen met URL's.
Ik ben altijd dat ik het succesvol ben. Dat alles weg is. Dat ik het weer heb. Met mijn eigen paswoord gestolen. Eerst logde ik alleen admin, ik weet niet waarom. Maar ik heb dus Reddit browser opgezet. En ben ingelogd via de proxy die is opgezet in Beef. En mijn wachtwoord is nu gestolen door mezelf. Maar dat is eigenlijk misschien nog het minste. Want wat veel erger zou zijn is als mijn browser ineens gebruikt wordt om te DDoS'en of als er op een of andere manier een browserplugin geïnstalleerd kan worden, wat ook met Beef kan. Beef kan doen alsof je je Flash player moet updaten. Dan krijg je een heel geloofwaardig plaatje met Adobe logo waarop staat klik hier om te upgraden. Dan installeert hij een nieuwe browser add-on. Daarmee kan hij de same origin policy bypassen en hij kan nieuwe applicatiecode downloaden. En dan kan je op een gegeven moment ook wel te triggeren om een of ander virus, een rootkit of iets dergelijks te installeren. Dus het is wel kwalijk als je zo'n cross-site scripting bug hebt, kun je dan op zekere manier escaleren naar lokale systeemprivileges of erger. En het laatste wat ik nog even wil laten zien is SQL map. Hier hebben we een URL op mijn blog. En ik weet toevallig dat deze plugin lek is. Je gooit gewoon de URL erin en hij gaat voor je proberen, afhankelijk van de parameters risk en level, dat hoeveel werk die gaat doen, proberen om met heuristieken vast te stellen of de parameters die daarin zitten kwetsbaar zijn voor SQL injection. En dat duurt heel lang, hij was nog niet klaar, sinds ik hem gisteravond voor het slapen gaan hebben aangezet. Dus ik kan hem niet laten zien hoe hij daadwerkelijk de tabellen daaruit haalt. Maar hij gaat proberen om voor alle verschillende soorten database management systems SQL injections te doen. En kan vaststellen of ze werken. En hij gaat voor elke parameter proberen om dat te doen. En als hij vastgesteld heeft dat het werkt, kan hij ook volledig automatisch de tabellen en de inhoud van de tabellen eruit halen. Dus zo worden je medische gegevens en belastingaangifte en zo mogelijk gestolen via SQL injection. Belangrijke data die in de database zit opgeslagen, kan via zo'n tool vrij makkelijk worden gehackt. Ja. Dan zijn we bijna klaar. Manage Browser heb ik dus net laten zien. Je kunt ook cross-protocol scripten. Dus je zou met XSS bijvoorbeeld e-mail kunnen versturen, omdat je kunt verbinden op een andere port. En dan is er ook nog Flash die native sockets ondersteunt. En daarmee kun je eigenlijk elke soort socket, TCP socket gebruiken. Dus je kunt ook DDoS attacks doen via Flash, Applet en JavaScript. Dan is er nog de UI redressing. Dat is eigenlijk de opmaak van een pagina veranderen zodat het lijkt alsof je op een normale link klikt. Maar terwijl je klikt, ben je eigenlijk aan het klikken op een transactiebutton of een like-button bijvoorbeeld. Dat heb je misschien wel eens gezien. Er zijn like-buttons die zijn vermomd als een soort spelletje. En je klikt ergens in het spelletje en toevallig dan ben je iets aan het liken wat je eigenlijk helemaal niet wou liken. Dat is een vorm van clickjacking, waarbij je kliks gestolen worden. En dan is er nog een soort attack tegen een cryptografisch systeem, dat heet Parent Spelling Oracle. En daarmee kan het systeem eigenlijk de cryptografische output voor je voorspellen. Ben ik bijna klaar. Wil ik je nog even motiveren voor web application security of web security. Er is OWASP en die heeft al deze technieken voor jullie uitgekoud. Er is een hele website, wiki over de technieken die je zou kunnen toepassen.
Maar het komt erop neer dat je eigenlijk je defensieve mechanismes zo laag mogelijk inbouwt en dan laag boven laag uitbreidt. Dus dat is defense in depth. En ja, bouw het van tevoren in en gebruik zoveel mogelijk code meer dan één keer, zodat je de bugs die je dan vindt maar één keer hoeft te fixen. En ja, denk als een hacker. Nou, dan om te afsluiten nog alle URL's van de presentatie en een paar sites waar je het nog verder naar hartelust kan proberen. Ik kan vooral Certified Secure aanraden, dat is echt een goede site om te leren in de praktijk hoe je deze dingen moet doen. En wil ik het daarmee laten. En jullie uitnodigen om daar eens te gaan kijken als het jullie wat lijkt, als jullie het leuk hebben gehad. En anders mag het van mij gaan. Oké. Dankjewel. Waar is de rest? Ja, bedankt.